Knol Power. Ik zit al iets van 10 minuten of een kwartier op mij te wachten. En ik ben heel erg benieuwd hoe ze gaat reageren als ik nu ga zeggen: ben je nou eindelijk klaar? Ben je nou eindelijk klaar? Weet je wat? Ik ook mijn desk leuk kan doen. Nou. We gaan! Maar jij bent nog niet klaar. Anders kom ik met zwaar weggeschud. Ik kan niet plassen zo. Flesje? Nee. Kom maar, plasje. Kom maar. Kom maar, Enzo. Kom maar. Ja. Ik ben al plasje aan het doen. Ik kan een hondje op de wc. Oh, daarom ligt dat grasmatje hier. Dan lijkt het alsof je buiten aan het plassen bent. Wat nou als ik maar je oor doe? Zijn we klaar? Ja, al een kwartier. I don't fuck with you. You're a little dumb bitch. I'm fucking with you. Verder ken ik hem niet. Jij kan echt zo in de Spice Girls. Met al die dansmoves van je. Jij bent bang voor mij. Ja, moet je kijken wat er achter me aan zit. Jij bent bang voor mij. Ik kon niet door. Au. Je drukt zo die sleutel in mijn nek. Oh, dit is raar kijken voor de kijkers. I'm fucking with you. Maybe your heart's an emerald. It's better than yours. Help. Wij gaan eventjes naar het huis van de ouders van dit meisje. En dat komt omdat ik heb dus begrepen dat die eenhoorn die ik heb gekregen bij mijn verrassingsfeestje, die is niet meer wat hij was, zeg maar. Dus oftewel kapot. Gewoon, ja, hij is gewoon kapot. Hij is dood. Ja, ik wil dit wat liever brengen. Maar hij is dood. De eenhoorn is dood. En hij komt nooit meer terug. En dan staat mama heel verdrietig. En ik wil er liever niet over praten. Maar voor alles is een oplossing. Ja. Dus de eenhoorn heeft een vervanger. En die heb jij nog niet gezien. Nee. En ik wel. Dus ik weet wat het is. Ja, en ja, Daddy zegt. Daddy zegt wel. Daddy zegt wel. Sorry, we waren wel snel mee. Daddy zegt dus al een paar dagen dat het echt super leuk is en awesome en ik het helemaal geweldig ga vinden. Dus dan gaan we maar eens even bekijken dan nu. Even checken. It's a beautiful day! The sun is shining. And it feels good! No one's gonna stop me now. Hand uit. Ja, je moet iets tillen. Help! Omdraaien! Nee! Je hand, Doos! Oh! Het is een mega eend! Oh my god! Zit zij ook in begrepen? Nee, dat ben ik. Oh, yes! Day op een eend. Geniaal. Ja, ik vind het heel erg mooi. Ik vind het helemaal hartstikke mooi. Is deze groot? Ja. Kijk staat even naar. Mega. Kijk even naar die mevrouw die erop ligt. Oh ja, mega eend. Je wilt testen? Ja, maar ik dacht even in bad met het. Nee, dat gaat niet in bad. Nee, tenzij je een heel groot bad hebt. Steetje, check dit even dan. Halleluja. Chinese! Nu ga je er precies voor staan. I have it gepakt. Oh, nice. Unpacking, jongens. Unpacking. Oh mijn god. It's a very big unpacking. We gonna do the first package. Rapapa. Big pack opening. Het is... Babi Panga! Oh mijn god! Wow. Ik heb ketchup saus! Wow. Dit is een special, hè? Dit is een gouden. Een gouden kaart. Oké, dan de volgende. Rapapa. Dit wordt een walkout, ik voel het. Het is. Een walkout. Het is een beetje een moeilijke pack opening. Oh. Het is voor jong ei! Stinkt. Dan, niet te vergeten, belangrijk bij iedere pack opening. De Bami. Wow. Zeer essentieel. Nou houdt niet iedereen van Bami. Er zijn ook liefhebbers van andere producten. Zoals rapapa. Die pakjes zijn kut, jongen. Rapapa, witte lijst.
And last but not least. Wat is dit? Saté. Oh, dit ziet er nasty uit. Diarree! Ja, daar lijkt het meer op, ja. Saté in ketchup sauce. Wauw. Dat was echt een beetje raar. Maar niet goed. Waar, ik ben heel normaal. Dit betekent dus dat wij Chinees gaan eten. Want mijn schoonouders hebben gisteren Chinees gegeten. En dit is te weinig om nog een keer te eten voor hun. Dus dacht ik, weet je, dan eten wij het gewoon lekker. Bami bai! Wow. Oh, dat doet echt pijn met een lepel, hoor. Ja. Ja, daarom deed ik het ook. Nee. Maar jij bent niet zo liefie vandaag. Wel. Wel. Alleen als je voor mij ook een bordje opschept. Nee. Zie je, dat bedoel ik. Nee. Krijg er nog één. Ik doe één bij jou. Met lijst eraan. Met lijst eraan. Au, au, au. Goed zo, Bum. Pak ze, Bum. Pak ze. Deetje, pak deetje. Je hebt geluk vandaag. Hoppa. Zo. 2 minuutjes. 2 minuutjes. Oh, wat is dit? Het AD-1. 2 minuutjes en dan is het klaar. Super. Hoppa. Tadaa. Deetje is al bij de auto en Bumper weet dat. En nu gaat hij weer heel zielig kijken. Zijn staart gaat ook niet echt... Oh, we gaan er wel een beetje heen en weer. Oh mijn god, ik heb heel leuk nieuws. Ik heb echt heel leuk nieuws. Ik ben zo ontzettend blij. Weten jullie nog dat poesje waar wij naar zijn wezen kijken? Die hebben wij vervroegd gekregen. Wij hebben het poesje op mogen halen. Zomaar uit het niets kregen we in één keer een telefoontje. Kom het poesje ophalen, nu, nu, nu. Wij zijn er meteen heen gegaan. Moet je kijken. Wat een liefie. Het was niet helemaal wat we verwacht hadden. Kijk dan. Kijk me zo. Maaike. Maaike, kijk maar. Kijk maar. Goed zo, zie je? Lekker ding. Nee, dit is Mikey, lieve mensen. Hoppa. Dit is onze hotdog. Ja. Onze zwarte hotdog. Die heeft iets te lang gelegen op de barbecue. Dit is Mikey, is vriendje van Bumper. Nee, ons poesje die komt hopelijk heel snel. Yeah. Ja, dan had ik hem niet met mij kunnen nemen. Nee, ik weet niet of Mikey met poesje kan. Mike, nee. Nee, Mike die vreet eenden op, ja, joh. Mike vreet eenden. Mike, je trekt in een poesje. Ja, maar Mike is een tackle en een tackle is een jachthond. Ja. Ah, ja. Poesjes. Mike, poesjes. Poesjes. Poesje. Waar zijn de poesjes? Pak ze. Pak ze, poesjes. Pak poesje. Pak de poesjes. Pak poesje. Pak poesje. Ja, pak ze. Weet niet zo goed wat hij nou doet. Bumper gaat helemaal blaffen, maar... Waar zijn de poesjes? Zoek de poesjes. Zoek ze. Zoek ze. Wat is dat nou voor geluid dan? Kom eens. Nee. Ik wil heel even 1 ergernis kwijt en dan mag jij ook een ergernis kwijt aan mij, oké? Okay? En dit is heel even een relatie dingetje. Okay, dit is het relatie momentje, oké? Okay? Ja. Elke keer, ja nu ga ik ook los hoor, als jij iets maakt in de keuken, eten of je pakt drinken of iets, wat dan ook, laat jij het altijd liggen. Want als jij iets maakt, dan laat je het gewoon liggen. Ik heb net dat zakje van de mozzarella heb ik hier voor je weggegooid. Dat ligt nog niet in de weg. Daar kon je ook prima eerder opruimen. Oké, nou is tijd voor mijn ergernis. Nee, ik ben nog niet klaar. Nee, ik je ben mag nog niet geen klaar. Ergernis. Ja, maar dit hoort nog bij de eerste ergernis. Want als jij gekookt hebt en jij pakt hier iets, een sausje, en jij scheurt dat zakje open en je doet dat sausje in, dan leg jij dat zakje hier weer terug. Ja, maar dat is mijn. En dan, wacht even, ik ben nog aan het praten. Dan leg jij dat zakje hier terug. Terwijl jij net zo goed meteen dat zakje zo in de prullenbak kan doen. En dan heeft niemand er last meer van. Maar vervolgens, ik ben nog niet klaar. Vervolgens ben ik dan meestal degene die dan in de keuken komt en denkt... Hé, dit had D ook kunnen doen terwijl ze het zakje openmaakt. Jij wilde iets zeggen. Waar? Nee, jij bent aan de beurt. Oké. Enzo Knol, hoe vaak kook jij? Niet zo vaak. Dus hoeveel verstand heb jij van het feit als jij het zakje hebt gebruikt, dat je dan nog 8 verschillende dingen met voeten, handen, alles tegelijk aan het doen bent? Hoeveel verstand heb jij daarvan? Nou, als ik kook, ruim ik altijd meteen alles op. Als jij een pannetje soep opzet, is heel wat anders dan dat je een maaltijd. Nee, niet zo lullig doen. Nee, je moet gewoon even met je neus op het feit. Ik gooi dat blikje soep dan meteen weg. Ja, maar dan heb je verder niks anders doen, want soep moet alleen maar warm te worden. Dat hoeft je niet meer te doen. Dus,
Dat is mijn weerlegging op jouw gezeik. En dan nu mijn gezeik. Oh ja, ik dacht dat dat ook een ergernis van jou was. Nee, het boeit me niet wat jij ermee doet. Je kookt nooit, dat is misschien een ergernis. Maar oké, weet je, je kan niet koken. Dus eigenlijk is het beter dat je niet kookt, anders is het vies. Maar... Ja, ga dan maar naar jouw ergernis. Nu mijn ergernis. Het is vandaag nog voorgekomen. Ja, altijd als jij zegt van we gaan weg, dan gaan we niet weg. Dan moet je of nog even op je telefoon heel irrelevante dingen doen, of je moet nog plassen. Dat is mijn ergernis. En als jij dat niet van me, verander ik dit ook niet. Zo! Nou, ik slaap vanavond op de bank. Maar dat vindt Enzo helemaal niet erg. Want dit bankje ligt gewoon ontzettend lekker. Ja! Je hebt geen handige plek uitgekozen. Want je bent nu van mij. Hopsakee. Die zal mij in ieder geval niet gaan steken vannacht. Er zitten hier heel veel muggen in het huis. Dus we gaan heel even op jacht. Of we misschien wat muggen kunnen vinden. Ik hoor ze. Ik hoor ze zoomen. Volgens mij heb ik er eentje. Volgens mij... Dat ben ik zelf maar. Oké, waar zijn de muggen? Met het muggenavontuur, daar had ik gewoon even zin in. Maar echt waar, die muggen die zijn zo ontzettend irritant. Het is niet te geloven. Ik ben ook hier gestoken. Ik ben hier al de hele tijd zo wezen krabben. Maar ik weet niet of je het kan zien. Hier wat krassen. Zo vervelend. Hij is volgens mij hier zo. Bij mijn oksel is hij hier via mijn mouw naar binnen gegaan. En heeft hij hier mij helemaal lek geprikt aan deze kant. En toen is hij volgens mij ook nog weer eens gevlucht ook. In ieder geval, ik ga nog eventjes... tandjes poetsen. En dan nu maar lekker slapen. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem super tof. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk check ik jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace!